De vervroegde paasvakantie is vandaag officieel ingegaan. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft dit besluit zaterdag genomen naar aanleiding van de eerste coronabesmetting in Suriname. Minister Lilian Ferrier benadrukte afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie op het kabinet van de president dat dit besluit niet onder druk van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname is genomen. Zaterdag had voorzitter Rishma Mangre namelijk al via de media opgeroepen de scholen vandaag te sluiten om te voorkomen dat kinderen besmet raken. Ferrier zegt dat de regering na goed overleg heeft besloten de scholen te sluiten. Het is inderdaad heel erg belangrijk dat we onze jonge opgroeiende generatie goed beschermen en dat de hele gemeenschap daar zich voor inzet. De regering van de Republiek Suriname brengt het navolgende onder de aandacht van de totale gemeenschap. Omvat dus ook onderwijsgevenden, maar ook de ouders, grootouders en de dienstverleners. In verband met het besmettingsgevaar van COVID-19-virus heeft de regering besloten alle onderwijsinstellingen, openbaar, bijzonder en particulier, met ingang van maandag 16 maart 2020 te sluiten. Vanwege deze crisissituatie is thans landelijk de paasvakantieperiode vastgesteld van 16 maart tot en met 14 april 2020. De scholen zullen dan, afhankelijk van de situatie op dat moment, op woensdag 15 april 2020 de deuren weer openen. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat alle repetities, schoolonderzoeken. De paasvakantie is tot en met 14 april, zei de minister verder. Afhankelijk van de situatie zullen de scholen op 15 april weer starten. Aan de schoolleiders is gevraagd alle repetities en tentamens te verschuiven tot na de paasvakantie. Tot na de paasvakantieperiode. Aan de onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs wordt gevraagd zoveel mogelijk de studenten online voor te bereiden op de examens. We doen een beroep op de ouders hun kinderen zoveel mogelijk binnen te houden en erop toe te zien dat de hygiënevoorschriften van het BOG worden nageleefd. De regering wil de gemeenschap erop attenderen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de enige officiële autoriteit is met betrekking tot de berichtgeving aangaande openen en sluiten van scholen. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur afgelopen zaterdag tijdens de persconferentie op het kabinet van de president. De persconferentie is gehouden om de bevolking op de hoogte te houden over de huidige situatie met betrekking tot de coronapandemie.